Welkom in Karsten's Kitchen! Hoi, ik wil heel graag kok worden. Ik vind het gewoon hartstikke leuk om Turks eten te laten zien aan jullie. Heel veel mensen denken dat het alleen maar vlees is, kebab of... Oh ja, ik vind Turks eten een beetje saai. Zeg, wat eet je dan? Ja, döner. Turkije is zo groot, per gebied heb je ook echt verschillende soorten streekgerechten. Maar vandaag beginnen we met iets wat iedereen eigenlijk wel kent. En het heet... Sigara böreği. Vertaling, sigarenbroodjes. En jullie zien straks wel waarom. Oké, nu ingrediënten. Dan beginnen we met bladerdeeg. Kunnen jullie vinden bij de Turk. Het zijn van die driehoekjes. Wat dille, Turkse feta kaas, zout, chilivlokjes. Ik heb geen idee waarom dit hier staat. Ik doe het aan de kant. En zwarte peper. Je kan wel eens denken, oh ik ga versieten, Wat moet ik maken? Dit is dus best wel een heel makkelijk gerecht. Let's go. Dille. Zo, halve centimeter. Zo, snijden. Tum tum tum, klaar, makkelijk. Pleur je het erin. Wat? Chilivlokken erbij. En dan ga je dit gewoon prakken. Alsof je dus stampot maakt of zo. Nu kan je de kaas een beetje proeven. En als het al zout genoeg is, dan hoef je er geen zout bij te doen. Als je denkt, snuffie, kan het er nog bij. Goed roeren. En ik hou een beetje van zwarte peper. Doe ik er ook zo bij. Een schaaltje met water en een smeermes. Nou, dan is het eigenlijk vanaf nu heel erg simpel. Een beetje kaas. Dat smeer je dan uit. Zo, en dan laat je de zijkanten een beetje leeg. Dat is een beetje eigenlijk zoals een lumpia. Dan doe je de buitenkant naar binnen of als een sarma. En dan rol je hem als het ware zo op. Voordat je bijna aan het einde bent... Draai je hem dus om, doe je dit stukje in het water en tada! En snap je nu waarom ik zei sigarenbörek? Leuk hè? Nou, doe ik er nog één keer voor. Opletten. Hup hup, goocheltruc mensen. Zo. Oh ja, zo, zo. Je pakt een medium pan en dan doe je wat olie in. Ik gebruik om te frituren arachideolie. Oh, wacht. Ik moet natuurlijk bij de ingrediënten ook vermelden dat je olie moet gebruiken. Oh ja. Oké, ik ben hem toch aan het leren, mensen. Maar ik wil ooit zo... De Turks-Nederlands Jamie Oliver. Karsten's Kitchen. Oké, maar nu even door met dit gerecht. We kunnen beginnen, mensen. Ik doe er ongeveer 3-4 tegelijk. Don't talk about